daklozen moeten meedoen. Miljoenenstrop voor VDL. En ondernemers baden van wegafsluiting. De dakloze opvang gaat volgend jaar flink op de schop. De opvang wordt minder vrijblijvend en zwervers moeten weer meedoen in de samenleving. En daarom gaat er een streep door de oude nachtopvang. Wat we nu willen is met de maatschappelijke opvang dat we wonen en werken centraal stellen, dus normalisering van de leefsituatie noem ik dat altijd. Wonen en werken centraal. En daar richten we de zorg op in. Van hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat wonen en werken voor deze groep ook mogelijk wordt. Dat betekent minder in de opvang, maar meer op een zelfstandige woonsituatie ingericht leven gaan leiden. We zien dat we heel veel cliënten hebben die dak- en thuisloos zijn, die eigenlijk veel te lang in de nachtopvang. Verblijven. En uh, met dit plan willen we eigenlijk realiseren dat zij sneller uh, via een instroomhuis in het traject komen. Meer verantwoordelijkheid dus. Er is vertrouwen dat dat de weg is om ervoor te zorgen dat daklozen weer een normaal leven kunnen opbouwen. Het is uh, zeker ook een kwetsbare groep. Het verschilt natuurlijk van persoon tot persoon uh, wat dat betreft. Maar uh, het is wel degelijk zo dat mensen, ondanks het feit dat zij allerlei problemen hebben, ook heel goed aanspreekbaar zijn op uh, de krachten die ze nog over hebben. De Mogelijkheden die er zijn. Dus dat is toch wel het vertrekpunt. We hebben gemerkt dat uh, mensen die we in de nachtopvang hebben. dat er eigenlijk, uh, ja, uh, moet ik zeggen dat, uh, dat er meer uit te halen valt. dan wat we op dit moment doen. Dus wij zijn uh, uh, onvoldoende in staat geweest de afgelopen jaren. om die mensen ook weer uh, te activeren. naar het gewone leven. Ook voor de 100 zwerfjongeren in de stad geldt een nieuwe aanpak. Voor hen komt er een aparte opvang vlakbij het Eveluon. Want nu kunnen ze alleen nog overnachten tussen volwassen daklozen. En daar wil de wethouder vanaf. Daar komen ze in aanraking met mensen die verslaafd zijn. Die al jarenlang op straat leven. Nou, dat is niet het perspectief wat wij de jongeren willen meegeven. Maar ze hebben wel die nachtplek nodig. Uh, dus um, we hebben een nachtplek voor ze. Maar we gaan wel meteen ook met ze aan de slag. We krijgen nu de kans om via een apart programma een aparte opvang. Deze jongeren ook goed te benaderen en daar ook een persoonlijke begeleider aan toe te voegen. Zodat we ook in een aantal maanden verblijf in dat, in dat opvanghuis echt stappen kunnen zetten met die jongeren. En dat ze dus niet inderdaad promoveren tot dak- en thuislozen en dat vervolgens tien jaar lang zijn. Daklozen mogen straks vier maanden gebruik maken van de 24-uursopvang. Daarna moeten ze doorstromen naar een gewone woning. Dat alle corporaties in de regio. Toezeggingen hebben gedaan dat zij echt veel extra plaatsen gaan inzetten voor jongeren. Huisvesting en daar mogen wij en gaan wij ook gebruik van maken. En voor de, de volwassen dak en thuislozen hebben wij al hele goede afspraken om de komende jaren honderden woningen ter beschikking te gaan stellen voor deze mensen met begeleiding. In totaal telt de regio een kleine duizend daklozen. De gemeente denkt dat met de nieuwe aanpak een flink deel van hen weer een normaal leven kan beginnen.